Welkom bij Roboat. Wij zijn een start-up uit Amsterdam en wij hebben autonome navigatiesystemen ontwikkeld die toegepast kunnen worden in de binnenvaart. En op die manier kunnen operators goedkoper en veiliger varen met hun schepen. En dat doen we op basis van ervaring die we hebben opgedaan uit het onderzoeksproject. En dat zijn ook de twee prototypes die je hier achter mij ziet staan. Daar hebben wij al meerdere jaren mee getest in Amsterdam. Maar diezelfde technologie die kun je ook toepassen op andere schepen. Bijvoorbeeld op veerboten, binnenvaartschepen, werkboten, noem het maar op. Ja, het is echt te gek. We gaan naar Parijs. En het mooie van dit project is dat we kunnen laten zien aan de wereld dat autonome navigatie kan bijdragen aan een nieuwe manier hoe je met veerboten omgaat in de stedelijke omgeving. We gaan in feite dezelfde technologie die we op de prototypes gebruikt hebben hier in Amsterdam, gaan we in Parijs ook inzetten. Je moet eigenlijk drie dingen doen. Je moet je omgeving waar kunnen nemen. Dat doen we aan de hand van een aantal sensoren die op de boot geïnstalleerd zijn. Je moet een pad genereren, zodat het bootje veilig van A naar B kan varen. En je moet heel nauwkeurig de thrusters aansturen om ook bijvoorbeeld autodocking mogelijk te maken. Want het bootje moet ook automatisch af en aan kunnen meren. En dat is precies wat we heel goed kunnen met Roboat. Die aansturing van de boot, de perceptie van de omgeving en het plannen van een pad. Ingewikkeld gaat worden in Parijs is dat de Seine, daar kan het vrij hard stromen. En dan voor die manoeuvre om af en aan te meren, dat is best complex. Want je moet precies weten waar je bent en je moet heel nauwkeurig die thrusters aansturen. Maar ik ben er ook wel van overtuigd dat wij dat kunnen met deze technologie. Wat wij gemerkt hebben in het proces van die tender richting Parijs is dat er best wat onzekerheid was, vooral bij de autoriteiten, van hoe gaan we om met deze nieuwe technologie. Wat voor frameworks kun je loslaten op dit soort demonstratieprojecten? En in ons verhaal waarbij wij dan vertellen over het SMASH-initiatief, dat geeft vertrouwen, omdat zij dan zien dat in Nederland de overheid heel nauw samenwerkt met de innovatieve bedrijven ook. Dat geeft vertrouwen en dat heeft ons echt geholpen. Nou, wat heel sterk is van het SMASH-netwerk in Nederland is dat je elkaar weet te vinden en dat je van elkaar weet waar je mee bezig bent. Dus dat wordt gebundeld en het wordt inzichtelijk gemaakt. En zo kun je, als je een hulpvraag hebt of je wil een partnership aangaan, dan weet je elkaar te vinden. En dat is gewoon heel goed van een netwerk als SMASH.